Hij loopt. Een goede dag. We zijn hier in Austin, Texas. Topnames is on tour. Gisteren zijn we aangekomen per vliegtuig, Stekel. We moeten eventjes uitleggen om te beginnen waar we zijn. South by Southwest, een festival waar wij al jaren komen, maar niet iedereen in Nederland weet wat het is. Waar zijn we? We zijn in Austin, Texas. Dat is een end weg uit Nederland. Het zuiden van de Verenigde Staten. In Austin wordt al, volgens mij al 15 jaar, jij weet dat beter dan ik, South by Southwest georganiseerd. Begonnen als een muziekfestival. Inmiddels komen wij bijna allemaal voor Interactive. Het gedeelte waar alle nieuwe media initiatieven worden gepresenteerd. Heel veel start-ups, heel veel beroemde mensen die hier ook rondlopen. Vandaag zag ik Eric Schmidt van Google. Maar in ieder geval één grote gathering van ja, interactieve, digitaal geïnteresseerde mensen. Dat is wat het is. Jeroen van Erp, jij bent een van de mensen die hier vaker komt, vaker is geweest. Je bent van Fabriek. Je bent in Nederland heel erg actief op het gebied van de zogenoemde creatieve industrie. Daar gaan we zo direct eventjes over praten. Maar als jij het moet neerzetten, South by Southwest, wat zeg jij dan? South by Southwest is inderdaad wat jij al zei, begonnen als een muziekfestival. En in 1994 is daar door een aantal hobbyisten een klein festival aan toegevoegd. Dat ging over interactive en over film. Nou, interactive, daar had nog nooit iemand van gehoord en film, dat begreep iedereen. En het interessante is dat het interactive festival in de loop van de tijd enorm is gegroeid. En eigenlijk samen met de opkomst van de hele digitale revolutie en de techontwikkeling in Amerika. En het festival heeft zich eigenlijk, zonder dat het ooit een vooropgezet groot plan was, ontwikkeld tot eigenlijk het festival waar het jaarlijks gebeurt. Waar dat als er grote en belangrijke ontwikkelingen zijn, ja, dan wil je dat hier laten zien. Ja. Het is niet voor niets dat Facebook, Twitter, Groupon, Foursquare hier allemaal eigenlijk hun grote doorbraak hebben beleefd. Ja, of gewoon gelanceerd zijn op de South by Southwest Accelerator, dat start-up programma. Ja. Ja. Waar dan inderdaad de jongens van Twitter kwamen vertellen dat ze iets nieuws gelanceerd hadden. Ja. Daar staat het onbekend, hè? Nee, daar staat het bekend. Maar misschien even goed te duiden is dat het muziekfestival, daar zit ook een conferentie bij. Daar komen ongeveer 5000 mensen. Ja. De Interactive Festival is heel erg voor professionals. Daar komen tegen de 30.000 mensen en film iets van 20.000 mensen. Maar het muziekfestival heeft een enorme uitstraling ook omdat het ook een publieksding is. Dus daar zitten wel nuances in. Maar met name voor de Nederlandse creatieve industrie is het interactive gedeelte heel erg interessant en ook het muziekgedeelte. Want en waarom is dat interactive gedeelte zo interessant? Nou, dat zal ik je uitleggen. Ja, heel graag. Dat is namelijk, ik zat vandaag bij een panel, dat ging over the Internet of Cars. En vorig jaar werd dat panel ook georganiseerd en dat is in een zaaltje Wanderlust, niet zo ver van het een convention center. En vorig jaar stonden daar, ik denk naar schatting, een man of 1500 buiten. En dan kunnen er 160 naar binnen. Dus ik heb dit jaar de strategie gevolgd. Ik zorg dat ik bij het panel ervoor er zit. En zodat ik dat panel kan meemaken. Maar ja, wat deden ze? Ze gingen natuurlijk die hele zaal leegvegen aan het eind. En toen heb ik gezegd, I didn't travel 7000 miles to be thrown out by you. I want to see this panel. En zei hij, oké, blijf maar zitten. Ja. Dus ik heb dat panel gezien. Dat was één grote teleurstelling. Want er werd letterlijk gezegd, als het gaat over de Internet of Cars, we develop the technology and let the consumer decide what will be a success. Dus ze klooien maar een beetje aan met techniek. En zien wat er werkt. Maar dat is een gangbaar model. Dat is een gangbaar model in de wereld. Ja, maar daar, daar, je kan niet zeggen dat het niet werkt, want het werkt wel degelijk. Maar het leuke is dat wij Nederlanders veel meer vanuit een probleem starten en dan de techniek erbij gaan bedenken. En daarin zijn we dus complementair met de Amerikanen. Zijn Nederlanders anders dan de Amerikanen? Dat zeg je eigenlijk. Dat zeg ik, ja. En ik ga het niet uitleggen. Nee, zoek het even uit. Maar je zegt eigenlijk ook nog dat wij het beter doen. Nee, wij doen het anders. Wij hebben een andere mentaliteit. En het is leuk is dat het complementair is. Wij kunnen heel veel van leren van hoe de Amerikanen dat aanpakken. Want die leggen de horizon verder, die kunnen groter denken. Die hebben hele andere beweegredenen om dingen te doen. Andere kaders van waaruit ze dingen doen. Maar wij kunnen wel degelijk wat toevoegen vanuit onze outside the box denken, onze eigen wijsheid. En dat is interessant. En ik geloof dat dat
dat we hier wel degelijk wat dat betreft wat te zoeken hebben. Hey, wij komen hier allebei ook al een aantal jaren. Wat zijn jouw eerste indrukken? Wat valt je op aan deze editie? Nou, het is zo mogelijk nog drukker dan vorig jaar. Viel me al op. Inderdaad, de wachttijden. Jeroen refereerde er ook al even aan. Ja. Ik wilde heel graag naar een forum vanmiddag om 5:00. Nou, daar kwam ik gewoon niet meer in. Ik was gewoon te laat. En dan baal je als je 7000 kilometer gevlogen hebt. Wat ik wel leuk vind, is dat ze steeds verder door specialiseren in thema's. Ik had me bijvoorbeeld vandaag echt voorgenomen. Er is één track in een van de hotels hier. Dat gaat helemaal over sport. Nou, daar heb ik me vandaag een beetje in vastgebeten. Leuk. En dat is heel leuk om zo'n dag eigenlijk te zeggen. Nou, ik doe sport vandaag. Ja. Dus dat ging over. Ik was bij een hele leuke sessie over wat is de verhouding tussen mensen die thuis op de bank sport kijken en hoe krijgen ze naar het stadion? En waar zit, waar zit de spanning daartussen? Nou, dan hadden we een geweldig panel met ook echt goede mensen van top sportclubs in Amerika en de broadcasters en noem maar op. Superleuk. Ja. Maar wat er goed aan is, en dat vind ik goed aan die interactive conferentie, is dat het is weliswaar tech-driven, maar ze kijken wel degelijk over de grenzen heen en dat gaat veel verder dan dat. En dit zit heel erg op relevantie en techniek moet het enabelen. En dat vind ik goed. Tegelijkertijd heb je ook panels. Ik zat vorig jaar bij een panel. Dat ging over pointers op maps, op digitale maps. Er zaten 1000 man, allemaal, ik noem het maar even pointerseksuelen, die alles van wilden weten. En die man die erover sprak, die wist er ook alles van. Het was echt gruwelijk. Maar ja, dat is een markt voor dit. What's the point, dacht jij toen. What is the point? Ja. Hey, één ding wat mij erg opviel nu is, het was misschien al een beetje aan de gang, maar je zag het ook meer, je ziet meer corporate worden. Hè? Je ziet in de hallen heeft Deloitte een stand, NBC, de mainstream televisie zit hier vlak naast met een zender. IBM, daar kan je hier broodjes bij eten. Subway, de food trucks zijn hier heel belangrijk, maar Subway neemt ongeveer het grootste terrein in. Ik zeg niet dat het per se goed of slecht is, maar het is wel iets wat mij dit jaar heel erg opviel. Ja, dat is al een paar jaar aan de gang, maar weet je wat dat betekent? Dat serieus genomen hoor? Dat het wel wat voorstelt hier, want anders zijn ze er niet. Dus dat ze er benefit van hebben. En dat is toch een beetje de downside daar zit een downside aan, maar ik vind het eigenlijk helemaal prima. En, maar het is de schaal, en jij noemde dat net al, is ook voor de organisatie een ingewikkeld ding. En ik schat in dat ze er niet ver van af zitten. Dat er gewoon een limiet komt aan het aantal mensen dat mee kan doen. Ja, je ziet nu ook al de eerste sessies waar je van tevoren online je stoel moet reserveren. Dat en dat is ook onvermijdelijk. Hè? Dat is onvermijdelijk, maar... Een ander fenomeen, jij bent ook iemand die graag verder denkt, concepten ontwikkelt, vooruitkijkt. Mm-hmm. Dan is een festival waar niet al te veel mensen komen, maar waar je heel veel inspiratie uit haalt, is leuk. Komt er een moment dat jij zegt van nou, dat South by Southwest, ik geloof dat het tijd wordt om eens ergens anders heen te gaan? Nou, ik dat zou best kunnen. Maar dan moet er wel een ander festival zijn wat er een nieuwe flavor aan toevoegt en wat bijzonder is. Ik hoor Burning Man heel veel. Nee, ik ben niet van de Burning Man, maar ik geloof wel, waar ik wel heel benieuwd naar ben en waar ik wellicht ga kijken is Northside in Brooklyn in juli. Dat lijkt me interessant, alhoewel... Waarom? Wat is dat? Omdat het een beetje voortgebouwd op deze traditie, maar dan wel heel erg in de context van New York. Zit op hele, ook op relevante thema's, zit op heel erg op, bijvoorbeeld op health. En daar ben ik wel benieuwd naar. Maar goed, omdat het deze schaal heeft, kunnen ze ook mensen krijgen als Elon Musk. Anders komt hij gewoon niet. Ja, dus vorig jaar was hij er ook. Goed, dat heeft dus twee kanten. En het is, ik trek een beetje te vergelijken met Lowlands in Nederland, die natuurlijk ook op zo'n situatie zitten. Hetzelfde verhaal heb ik, en daarom zei ik net ook, ik zeg niet per se of het goed of slecht is dat die Deloitte is, want je kan inderdaad die vergelijking trekken. En als ik naar Lowlands ga ik er nu weer met mijn kinderen naartoe. En natuurlijk was het leuk toen er 14.000 mensen waren, snap ik ook. Ja. Natuurlijk was het hier leuk toen het alleen nog maar... Maar het is nog steeds inspirerend. Het gaat me niet om de schaal, maar het gaat me om de inhoud. Kijk, ik was er niet bij, Eric Schmidt. De baas van Google zit vanmiddag op een podium. Ja, weet ik.
Was je er wel bij? Nee, ik was er niet bij. Met nog iemand, die werd scherp geïnterviewd en iedereen zei dat was fantastisch. Ja. Hij werd voor het eerst, weet je, ja, ging het ergens ja, over. Maar dat gaan ze niet uit de weg op hier. Op welke televisiezender die ook geïnterviewd wordt, het gaat natuurlijk nooit ergens over. Nee, en het feit dat ze Assange hebben en Snowden, dat ze al die gasten, en dat ze daar heel erg over worden tegengewerkt om die mensen gewoon via een verbinding hier te krijgen. Ja, nee, ik vind dat goed hoor. Het leuke is dat ze... En daar kan ik enorm veel waardering voor opbrengen, is dat ze ondanks de schaal toch die Maverick component hebben gehouden. Ja. En dat maakt het voor ons Nederlanders ook heel interessant om hier te zijn. En daarom worden we ook gewaardeerd en daarom kennen ze ons ook. En, ze komen ook naar Nederland, hè? Elk jaar, die jongens. Ja, hey, wat vertellen ze? Ik zei net, dit jaar is het voor de Nederlandse creatieve industrie is het ook een evenement wat belangrijk is. Een delegatie mensen, nou, van allerlei pluimage, van iemand met een pak van wearable technology, ja, zeg maar, wat een belangrijk thema overigens is. Ja, 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 ja. Deze bij Southwest, of Daan Rozengaard, ja, om te vertellen. Jij bent daarbij betrokken geweest. Waarom was het voor jullie belangrijk om hier Nederland te laten zien, te laten horen? De creatieve industrie is aangewezen als een van de topsectoren. Door de regering, hè? Door de regering, ja, door economische zaken. En om het even te duiden, je hebt economische zaken heeft een bedrijvenbeleid. Binnen dat bedrijvenbeleid hebben ze een topsectorenbeleid, waarbij ze zeggen, laten we die sectoren waar we goed in zijn, extra geld geven. Want dat helpt ze over drempels heen te gaan, bijvoorbeeld als het gaat over export of over research. En de effecten die daar gegenereerd worden, daar profiteren de andere bedrijven, andere sectoren ook van. Nou, in de praktijk gebeurt dat ook. De creatieve industrie als topsector wordt nog wel eens geassocieerd met dingen die voor mijn gevoel heel dicht bij kunst en cultuur vallen. Je kan zeggen, je hebt aan de ene kant kunst en cultuur, aan de andere kant creatieve industrie. Wat is het verschil? Binnen de kunst en cultuur worden mensen door persoonlijke motieven gedreven en willen iets doen. Een balletdanser, een schrijver, een acteur. Binnen de creatieve industrie worden problemen opgelost. En is men heel erg ontvankelijk voor problemen van buitenaf. Dat is een groot verschil. Nou, wat je ziet is dat dat laatste deel is onderbelicht. En je ziet dat er vaak nog creatieve industrie geassocieerd wordt met wat ik noem kunst en cultuur. Ja. Alle grijsgebieden zitten ertussen. En waarom ik het belangrijk vind is dat we dit jaar een missie hebben naar Zuid-Zuidwest en naar Kaapstad. Is omdat het heel mooi dan de boel in balans brengt. Kaapstad is iets meer design georiënteerd. Ook social design, ook wel heel relevant. En Zuid-Zuidwest gaat heel erg over het oplossen van problemen en met een technologische component over het algemeen. Dus vandaar dat ik dat een hele mooie balans vind als het gaat om keuzes om missies naar het buitenland. En, maar het aardige is, die twee hebben elkaar wel nodig. Die kunstenaar vanuit die persoonlijke motieven, die heeft vaak krachtige drijfveren om iets te doen. Dat moet die ontwerper ook hebben. Ja, en je zegt eigenlijk ook dat om aansluiting te hebben in deze globaliserende wereld als creatieve industrie in Nederland, moet je ook in het buitenland zijn en je oor te luisteren leggen en netwerken en zo. Dat is een goede vraag. Ja, ik denk het wel. Ik denk het namelijk ook. Nee, omdat we namelijk, wij kunnen namelijk profiteren van het feit dat we heel veel buitenland hebben. En wij hebben unieke producten die we naar het buitenland kunnen brengen, waardoor we aan schaalvergroting kunnen doen. Want John de Mol en Reinhard Oerlemans, die kunnen niet meer groeien in Nederland. Dat is best lastig. Dat geldt ook voor Dunk Stuttenheim, dat geldt ook voor de Nederlandse gamingindustrie, dat geldt voor de architecten, dat geldt voor de ontwerpers, dat geldt voor de muziek. Dus ja, willen we wat, hebben we ambitie, en dat hebben we met z'n allen, dat is hier voelbaar. En we hebben de middelen. En we hebben de middelen, dan moeten we naar het buitenland. Maar belangrijker, we hebben unieke dingen te brengen. En het gaat nu hier over tech, maar kijk eens naar de tv-formats, kijk eens naar de dance sector. Ja. Ja, dan heel is dit erg wel de plek, hè? Dit is de plek. Ja. Dit is de plek. En ik kijk enorm uit naar het Amsterdam Dance Event avond. Wat is het, woensdag of donderdag? Ja, woensdag of donderdag. Week, maar hier komt alles bij elkaar. Daarom ben ik zo trots dat we hier heel erg uitgesproken zijn. En dat is allemaal niet makkelijk, hoor. Met zo'n grote sector met allerlei belangen. Ja. Maar nee, top. Hey, wij proberen de rest van de week iedere dag een thema te hebben. Later deze week onder meer Daan Rozengaard komt ook langs. En dan proberen we, zeg maar, die sector ook nog een keertje, die voorbeelden ook nog een keertje hier te laten zien.
Tof dat je er was en dan gaan we nu kijken of we Herman Kienhuis zover ja, voordat we afsluiten, ja? Jij vroeg aan mij wat ik gedaan heb. Wat heb jij gedaan vandaag? Nou, ik ben van... ja, wat heb ik gedaan? Dat is een hele goeie. Het begon eigenlijk al heel erg vroeg. Je hebt hier een beetje met de techniek zitten kloten. Ja, dat klopt. Dus, het begon eigenlijk al heel erg vroeg toen ik van Peter, de man van de techniek, een telefoontje kreeg dat er iets uit zijn bagage was gestolen. En dat er één camera bij zat was niet zo erg, maar er zaten heel erg veel paar snoertjes in, verlengstukjes die zo belangrijk waren dat we het niet zonder konden en die nergens te koop waren. Ja, je was trending topic met die tweets. Ja, daarom. Het is eigenlijk allemaal gewoon een beetje interessant doen erbij, gewoon de hele dag okay. Geweest van mij. Daar voor mij mag de eindtune worden ingestart. Ja. Ja. Handhoud, je mist altijd meer dan je meemaakt, dan is er weinig aan de hand. Kleine blik nog in het Austin Convention Center. Dankjewel. Thank you very much. En dan zie je hier dat we hier binnen zijn bij het begin van al die zalen. Helemaal achterin, als je goed kijkt, zie je nog de lifts omhoog. Dit is een gigantisch pand waar heel veel te doen is. Maar dit zijn maar twee van de locaties waar je terecht kunt voor South by Southwest. In beeld staat. Ik kan ook wat lager gaan zitten. Ja, maar dat vergeet je. Dus... Oké, nou hartstikke goed. Herman Kienhuis, je bent van Sanoma Ventures. Ja. Dat is zeg maar de investeringstak van Sanoma, waarin jullie in externe bedrijven, waarin jullie in geloven, geld, energie en deskundigheid stoppen. Kleine ondernemers, kleine start-ups waar we in investeren. Ja, kun je wat voorbeelden geven voor wie niet weet waar jullie in geloven? Ja, we zijn 2 jaar geleden begonnen met Sanoma Ventures. We hebben in die tijd in 15 start-ups geïnvesteerd. Een paar bekende misschien, of minder bekende, maar Scoopy bijvoorbeeld, een mobiele kortingsbonnen applicatie. Ja. We zijn nu doorontwikkeld tot een marketingplatform. Ander voorbeeld is Fosbury. Dat is een beetje in dezelfde hoek. Die hebben marketing software voor Passbook, Samsung Wallet, Google Wallet. Het leuke daarvan is namelijk, die hebben een kantoor geopend in Austin. Okay. Die ga ik ook bezoeken deze week. Ja. Ander voorbeeld, Virtua Gym, online fitness platform. We hebben ook geïnvesteerd in Springest bijvoorbeeld. Ja. Gelijkende site voor cursussen, trainingen. Nou ja, dat soort voorbeelden. Hey, waarom, dit is niet je eerste keer hier, waarom is het voor jou belangrijk om hier te zijn? Dit is mijn tweede keer. Vorig jaar was ik hier voor het eerst. Ik kom er eigenlijk voor 3 redenen. Dit jaar is er 1 reden bijgekomen, dat is Fosbury. Die zijn nu bezig om investeringen op te halen in Amerika. Dus daar heb ik wat zakelijke besprekingen over. Ik ga hun kantoor bezoeken, hun team in Amerika ontmoeten. Dus dat is een extra reden dit jaar. Maar de reden die ik vorig jaar had en dit jaar weer is eigenlijk tweeledig. Vooral veel inspiratie opdoen over wat de ontwikkelingen hier zijn. Sommige vlakken lopen ze hier voor, dus dan is het leuk om hier te zien wat er gebeurt. Maar heb je vandaag al dingen gezien waarvan je nu al kunt zeggen, goh, dat vond ik heel interessant of leuk? Of? Ik ben op zich vandaag naar 3 sessies geweest. Het was wat algemener. Dus ik heb nog niet hele briljante nieuwe dingen gezien. Dus daar hoop ik de komende dagen nog op. Ja. De tweede reden dat ik hier ben, is om ook te leren hoe ik een betere investeerder word. En dus dat is misschien wat minder inspiratie opdoen op het vlak van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologie. Oké, hoe leer je dat? Nou, er zijn ook heel veel sessies van beroemde investeerders die tips geven over het investeren als vak. Ja, waar let je op? Waar let je op? Criteria? Trucs bij onderhandelen, bij structureren van een deal. Hoe kan je een ondernemer goed begeleiden? Hoe kan je een ondernemer goed helpen? Ook niet alleen als financiële investeerder, maar ook als strategische investeerder. Wij zijn natuurlijk meer een strategische investeerder dan een financiële investeerder. Dus dat is ook een hele belangrijke reden. En heb je daar vorig jaar al dingen over opgepikt, zeg maar? Of is dat veranderd met dit jaar? Dat was vorig jaar ook al. Ja. Ja. En wat heb je vorig jaar geleerd? Nou, vorig jaar hebben we eigenlijk ook gezien dat het heel erg belangrijk is om te kijken naar de ondernemer. Nou, dat is op zich een open deur, maar... Ja, laat ik zo zeggen, ik krijg toch tips over hoe je een ondernemer kan beoordelen, waar je naar kan kijken, zeg maar, als je met een ondernemer praat, als je achtergrondonderzoek doet over zijn team. Dus dat zijn dingen die toen wel interessant waren. Wat ik vorig jaar ook heb geleerd bijvoorbeeld, dat vond ik toen heel interessant, was hoe Airbnb is gegroeid. En die kennis hebben we bijvoorbeeld toen meegenomen naar Peerbee. Wat was daar dan interessant aan?
Nou, Airbnb is, is natuurlijk ook een concept waarbij je lokaal communities creëert van mensen die ruimtes aan elkaar verhuren. Nou, wij huren deze keer een huis via Airbnb. Ja. Ik zit ook in een Airbnb. Ja. De oprichter van Airbnb, Brian Chesky, had toen ook fantastische verhalen over hoe ze zijn gegroeid. Ook over wat voor trucs ze hebben gebruikt om in de beginfase bijvoorbeeld exposure te krijgen. Ik weet niet, dat is wel een bekend verhaal, maar een van hun growth hacks was dat ze advertenties plaatsten op Craigslist. Maar dat deden ze geautomatiseerd via een hack, want Craigslist had geen API. Dus dan hadden ze zeg maar software geprogrammeerd waardoor ze automatisch advertenties voor Airbnb huizen op Craigslist konden plaatsen. Ja. Nou, dat soort trucs zeg maar, dat is leuk om mee te nemen en ook te kijken of je dat kan toepassen voor dingen in Nederland. Ja. Hey, je zei voor Peerby, dus jullie hebben ook geïnvesteerd in Peerby bedrijven, ja, bij ons recent nog te gast geweest. Wat neem je mee of heb je voor hun meegenomen zeg maar, hier vandaan, waar zij wat aan kunnen hebben? Nou, wat, volgens mij was Daan er vorig jaar ook, dacht ik, was hij dit jaar ervoor? Die was er toen volgens mij kort. Ja, hij is er wel geweest. Wat heel belangrijk is bij lokale start-ups is dat je eerst die lokale community bouwt. En dat begint eigenlijk met een hele kleine groep. Dus we hebben toen ook gezegd, je moet duidelijk focussen op één groep die je activeert. En Peerby is heel duidelijk gaan focussen op Amsterdam. Eigenlijk begonnen in Eiburg zelfs. Ja. Om te kijken of je daar zeg maar voldoende massa kunt creëren zodat je een actieve, liquide markt creëert voor mensen die spullen met elkaar delen. Ja, vooral ook omdat het natuurlijk afhankelijk is van mensen binnen een vrij kleine cirkel die elkaar willen helpen. Dus, precies. Ja. En ook hebben we toen gezegd van we moeten misschien niet na Amsterdam dan heel Nederland proberen te doen. Maar misschien moet je na Amsterdam wel Londen doen. Of in ieder geval dat je per stad bijvoorbeeld gaat uitrollen in plaats van per land. Ja. Hey, als jij hier naartoe gaat, hè, er zijn zoveel sessies, duizeltje voor de ogen als je het programma doorkijkt. Kom jij hier echt goed voorbereid aan? Heb je een schema voor jezelf? Ja, zeker. Ik heb zeg maar, het schema bekijk ik eigenlijk elke dag van tevoren. Ik had nu van tevoren de eerste twee dagen doorgenomen en dan geselecteerd van welke sessies ik interessant vond. Er zitten overigens wel vaak overlappende sessies bij, dus dan moet ik op de dag zelf eigenlijk nog besluiten van oké, deze drie wil ik op dit moment eigenlijk misschien wel zien en dan kies ik op dat moment wat me het beste lijkt. Dus sommige sessies zijn dan ook vol of zijn verder weg, dus Ik merkte vandaag wel dat hoe belangrijk het is om een fiets te hebben weer hier, want je kunt nu letterlijk, omdat je precies met dat probleem zit dat die sessies overlappen en je weet precies als ik die sessie wil halen dan moet ik zo laat daar weg en nu precies. Is de fietstijd van het Hilton naar het Driscoll is dan maar 3 minuten. Ja, de fiets is absoluut als je lopend bent, dan is inderdaad echt onontbeerlijk. Het is echt geweldig hier met de fiets. Ja. De Austin is ook niet zo groot. Nee, zoiets als Haarlem of zo. Ja, het is heel overzichtelijk. Het is goed te doen met de fiets. Ja. Hey, en als jij, ik weet dat jullie vorig jaar waren hier met de grote Sanoma delegatie en ik heb toen nog zelfs een verslag van volgens mij 86 pagina's gezien met z'n allen. Is het jouw voornemen om ook nu weer, zeg maar, of nu naar de start-ups dus waarmee mee je werkt, om verslag te doen van wat je hier hebt geleerd? Ja, zeker. En we zijn inderdaad weer met een aantal collega's. En we proberen ook zeg maar, verschillende dingen te bezoeken en dan eigenlijk alle learnings weer samen te brengen in één verslag. Ja. Ja. Hey, Sanoma, jij runt dan de afdeling waar jullie deelnemingen proberen op te bouwen in interessante Nederlandse start-ups. We weten ook dat Sanoma in zwaar weer is en dat er veel bezuinigd wordt. Heeft dat consequenties ook voor jouw afdeling? In principe niet. Kijk, Sanoma heeft eigenlijk drie gezichten op dit moment. We hebben Printtak, Print daalt. Daar wordt gereorganiseerd, wordt gefocust op onze grote gezonde titels. En daar wordt ook zeg maar in geïnvesteerd. Maar andere titels worden verkocht. Dus daar vindt veel verandering plaats. In digitaal, wat toch een kleinere unit is, daar wordt ook nog steeds in geïnvesteerd. En daar zie je dat we veel meer de slag naar internationaal groeien maken. Dus we zijn kieskeurig aan het uitrollen in een aantal landen. Fashion Chick is nu live in Duitsland, Frankrijk, Engeland. En dat is ook waarom jij net ook die internationale component, denk ik, in jouw portfolio zo toevoegt. Hè? Want ik neem aan dat dat een bewuste keuze is. Ja, klopt. Ja. Ook het adventure stuk, dus ook het investeren in start-ups zijn we internationaal aan het aanpakken. Dus we hebben ook een kantoor in Finland. We zijn aan het kijken of we misschien in andere Europese landen een kantoor kunnen openen. Dus qua digitaal zijn we aan het investeren en steeds internationaal aan het kijken. Ja. Ja.
Hey, de voorbeelden die je noemde, je zal nu vast met andere voorbeelden komen hoor. De voorbeelden die je noemde zijn eigenlijk geen van alle rechtstreeks media startups. Geloof je niet in media startups? Ik heb ook nog een goed voorbeeld van een media startup, WebSap. Die hebben net gisteren nog een mooie Netflix concurrent aangekondigd. Ja. Dus nee, ik geloof ook in media, absoluut. Dus we investeren in 3 gebieden, eigenlijk media, e-commerce en educatie. Media is wel lastig. Ik denk dat wat je daar ziet is dat het Nederlandse taalgebied klein is. En dat het moeilijk is om daar gezonde businessmodellen te creëren in zo'n klein taalgebied. Dus wat dat betreft hebben we inderdaad meer investeringen gedaan in e-commerce. We zijn nu ook heel actief aan het zoeken naar investeringen in educatie. En media, daar zijn we selectief aan het kijken, maar we geloven nog wel in modellen, maar we zijn wel kritisch. Ja. Ja, morgen, wat staat er op het programma? Dat weet ik niet uit mijn hoofd, dan moet ik mijn lijstje even bijpakken. Deel je het ergens en dan weten wij wel. Ik weet het trouwens wel. Het is een paar dingen die ik morgen ga doen. Ik ga naar de Techstars Demo Day. Dat is iets heel anders dan South by Southwest eigenlijk, maar... Ja. Fosbury is een startup die in het Techstars programma van Austin zat. Ja. En die hebben nu een nieuwe demo day. Dus daar ga ik ook heen. De demo day, ik zag hem in het programma staan. Morgen begint ook de South by Southwest Accelerator. Ja. Is dat iets waar je heen gaat? Voor wie het niet weet, dat is een programma wat hier al vanaf het begin draait. Hè? Dus allerlei startups die gaan allemaal door selecties heen. En de eindronde zijn hier dan op het festival. Amerikaanse start-ups die zichzelf in een paar minuten moeten presenteren, moeten pitchen. Dat is altijd wel heel leuk. Dus ik denk dat ik daar ook heen ga. Ja. Het is sowieso altijd leuk om een paar sessies te doen waarbij je inderdaad gewoon een aantal nieuwe start-ups ziet die weer met de nieuwe ideeën komen. Ik vind het enig hoor. Je ziet ook omdat je ziet hoe goed ze hier kunnen presenteren meestal. Dat vind ik altijd zo waanzinnig. Dat leren ze je wel. Dat is ook echt wel anders hoor. Ja. Hoewel, een van de hele goede in jouw stal is in ieder geval Peerby, want Daan kan er ook. Nee, Lucas Tieleman van Fosbury kan het ook. Kan het ook, oké, hartstikke goed. Heel ontzettend bedankt, leuk dat je hier was en we horen graag later hoe je het, wat jij hebt opgepikt, zodat wij daar weer wat van kunnen leren. Geen dank, heel goed. Okay. Jullie bedankt voor het kijken, als je nu live kijkt en als je on demand kijkt. We zijn er 5 dagen achter elkaar, dus we zijn een serie aan het maken van 5 afleveringen van Topnames vanuit South by Southwest. Nou, voor degenen die nu nog wakker zijn, we danken je daarvoor. En voor degenen die later kijkt, blijf ook de afleveringen checken op YouTube of onze site. Dankjewel. Dag.